Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 17 augustus. Het is een prachtige dag vandaag met flink wat zon en nauwelijks tot geen bewolking. Vanochtend vroeg was er wel wat mist, maar die mist is al lang verdwenen. En nu is het eigenlijk in heel het land strak blauw. Temperatuur is mooi opgelopen, het is zo'n 21 graden op de Waddeneilanden. En het werd 25 graden lokaal in Limburg. Nou, vanavond is het ook nog lang helder met temperaturen rond 20 graden en nauwelijks tot geen bewolking. De wind die waait uit een oostelijke richting en is overwegend matig. Later in het binnenland wordt die wind zwak. Vannacht, ook dan blijft het helder, maar in het noorden van het land kunnen wel weer wat mistbanken gaan ontstaan. Lokaal kan de mist echt voor wat verkeersbelemmerende problemen zorgen in het noorden. Er is kans op dichte mist met zichtwaardes onder de 100 meter. En morgenochtend, ja, dan verdwijnt de mist en breekt de zon overal weer door. Dan wordt het gewoon weer een mooie dag met veel zon en temperaturen die oplopen naar zo'n 22 tot 25 graden. Misschien in het zuiden van het land in de middag wat dunne wolkenvelden. Dat zijn wolkenvelden die bij een storing horen die over Frankrijk trekt. En met name ook in België voor veel bewolking zorgt. Nou, mogelijk dat de rand van die bewolking ook in het zuiden van het land te zien is. Maar veel stelt het niet voor. De kans op een bui morgen is nog steeds klein. En wat de wind betreft, die is zwak tot matig uit het oosten of noordoosten. Vrijdag, dat wordt de warmste dag van de week met temperaturen die oplopen naar zo'n 23 tot 26 graden. In de loop van de dag neemt wel vanuit het zuiden de bewolking toe en in de middag kan er hier en daar een bui vallen. De meeste buien die vallen in de avond. De wind die waait uit het zuidoosten en zal vrijdag op zaterdag gaan draaien naar het zuidwesten. En dan krijgen we toch duidelijk wat wisselvalliger weer. Het heeft te maken met een lage drukgebied boven de Britse eilanden. De wind die neemt toe, gaat uit het zuidwesten waaien zoals gezegd en wordt matig tot krachtig. Mogelijk zelfs eventjes hard langs de kust. En wat het weerbeeld betreft, ja, dat wordt wat wisselvalliger. Er vallen diverse buien, maar buiten de buien om zijn er ook flinke zonnige perioden. Het zal er dit weekend een beetje op neer gaan komen dat je of pech of gelukt hebt, want op sommige plaatsen valt het met de buienactiviteit reuze mee. Wat de temperaturen betreft, over het algemeen zo rond de 21, 22 graden op zaterdag. Zondag temperaturen tussen de 18 en de 20 graden. Ja, en na het weekende wordt het weer warmer. De temperaturen gaan omhoog en ook de buienactiviteit neemt af. Dus volgende week toch weer een beetje zomer. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.